Ja, ik ben Erik en wij komen vandaag voor u zorgen. We gaan nu even top tot teen nakijken. Mijn vrouw die heeft een hersenbloeding gehad en ligt nu op de IC. En eigenlijk gaat het niet zo goed met mijn vrouw, dus willen we opnieuw naar de CT om nog een scan te maken van de hersenen. Alleen daar moet ze wel stabiel genoeg voor zijn. Dus we zijn nu aan het kijken of ze er klaar voor is. We volgen dan nu de minor IC, intensive care. En daarmee leren we eigenlijk hoe we als medisch hulpverlener voor een intensive care patiënt kunnen zorgen. Dus eigenlijk de meest zieke patiënt, hoe we die het beste kunnen verzorgen. De preek ze geneerd naar 100%. Nou, want je moet alles overzien om dan één totaalplaatje te kunnen maken van je patiënt. Dat is buiten de minor. Ja, wel Lotus, dat is bij deze minor dan niet, maar op de opleiding hebben we wel Lotus patiënten waar we dan op oefenen. De minor intensive care die gaat stoppen, omdat het heeft nu een aantal jaren gedraaid en we hebben gezien dat de kennis die hier aan bod komt eigenlijk wel belangrijk is voor iedere medische hulpverlener. En nu kunnen we het alleen maar aanbieden aan 12 studenten, terwijl er meer studenten zijn die de opleiding volgen. Dus we hebben als opleiding de keuze gemaakt om dit onderwijs in te bedden in het standaard curriculum. We koppelen hem zo af, ik denk dat er genoeg de materiaal is. Oké, ik denk dat we kunnen vragen. Goed zo. Ja?